Wij willen eigenlijk een markt zijn of een concept zijn voor mensen die bereid zijn om op een andere manier naar voeding te kijken. Mijn naam is Martijn. Ik heb 3 jaar geleden samen met een paar mensen het Cru-concept uitgewerkt. Op vraag van Colruyt Groep om te kijken wat er mogelijk is in de markt om qua voeding of kwaliteitsmarkt van wat daar nog te doen. Nu, als we Cru willen omschrijven, dan willen we eigenlijk vooral een onderneming zijn die op een heel eigenzinnige, doordachte manier wil kijken naar voeding. Daarmee willen we elke schakel eigenlijk in dat proces heel nauw betrekken en heel doordacht een assortiment samenstellen en een relatie met partners opstellen. En wij noemen dat de estafette van passie, waarin dat we het volledige traject eigenlijk heel doordacht gaan bekijken. De bedoeling is dat we 10 kwalitatieve métiers samensteken, zodat je eigenlijk, als je gepassioneerd bent door voeding, naar 1 plaats kunt komen voor die 10 ambachten samen te vinden. Dus we hebben groenten en fruit, onze drankenafdeling. We zitten met een eigen bakkerij waar we starten vanuit onze eigen decem. We hebben onze eigen vishandel. In de vis proberen we te vertrekken, waar we zoveel mogelijk zelf aankopen op de veiling. Een beenhouwerij, waar we vooral proberen werken met eigen gekweekte dieren. We hebben een boer die voor ons varkens kweekt om tot een varken te komen waar dat wij achter staan. Een eigen charcuterieafdeling waar dat we dan ook onze eigen runderen en onze eigen varkens gebruiken om charcuterie te maken. En een kaasafdeling waar dat we ervoor gekozen hebben om eigenlijk samen te werken met Kaashandel van Tricht. We hebben dan natuurlijk een eigen keuken, een traiteur, waar dat we al die ambachten kunnen samenbrengen en van die producten eenvoudige keuken kunnen brengen. Nu, binnen de Colruyt Groep waren we sowieso op zoek naar een concept nog waar dat we iets minder focussen op de prijs. Dus ik denk op dat vlak dat we zeer complementair zijn met de groep en dat wij dat doen of dat zijn wat dat Colruyt niet is. Nu, we vertrekken sowieso vanuit de kwaliteit. Dat is altijd een basis om onze selectie te maken. Maar dan gaan we toch verder gaan kijken en zien hoe dat product tot stand wordt gekomen. We gaan ook gaan kijken welke persoon dat erachter zit, want je moet ook klikken met die producent zodat je samen kunt groeien. Ik ben Didier van Gint, ik ben assistent belevingsmanager hier bij Cru en ik werk ongeveer 1 jaar bij Cru. Maar beleving begint eigenlijk vanaf de ingang van de winkel, dat de mensen binnenkomen en zich op een rustige manier door de markt kunnen begeven, dat ze kunnen genieten van de producten die er staan, dat ze kunnen dingen ontdekken. Dat is eigenlijk de beleving waar wij voor staan, eigenlijk, waar wij proberen te geven aan de mensen. Eigenlijk een beetje vakantie in eigen land, maar dan in de Cru-winkel.